Yes, yes, Chonko hier zo, man. Geen John Wick, maar John Stick. No filter als ik praat. Alleen in mijn Jerry, dus let's go, man. Man, fucking do this thing. Yes, yes, Chonko hier zo, man. Vandaag back at it again met Black Ops 2. Bergheid is terug, je weet toch al die shit. Vandaag ga ik niet echt per se pakjes uitdelen. Ik weet niet of dat me gaat lukken. Vandaag heb ik wat, nou ja, je kan wel zeggen aparte classes ingesteld. Hier hebben we bijvoorbeeld de camp class, de ultieme camp class, je weet toch. Dit is de executioner class, de executioner. Wordt gezegd dat het slechtste wapen van het spel is. Het is een revolver. Van dichtbij is het een heel goed wapen. 6 kogels. Maar als die 6 kogels op zijn, dan duurt het ook echt 3 jaar voordat je bent gereload. En dan ben je waarschijnlijk al 30 keer gekild voordat je je wapen weer kan gebruiken. Je weet toch? Vandaar is de mooie challenge. En ik heb ook nog deze class speciaal gemaakt voor deze video. Deze class bestaat uit een RPG. En ja, dat was het eigenlijk wel. We zien wel wat er gebeurt als we deze class gebruiken, je weet toch? Dus ja man, ik ga mijn best doen om toch nog dik te gaan, ondanks deze handicap. Without further ado, let's go. Welke class gaan we eerst pakken? Nou ja, deze map. Kan je hier campen? Nee, we pakken eerst de executioner, beste wapen van het spel, AK slechtste. Ik denk eerlijk gezegd de tweede, nee, ik weet. Hello! Als die kogels eenmaal op zijn, pull up dan! Hey! Wat? Oké, hierboven zullen ze sowieso wel zijn. Hey! Kijk hem gaan, jongen. Tudun tudun. Executioner, snap je mij? Nog 3 kogels, man, boys. En dan? Hier heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Ik had wel gedacht dat ik veel sneller dood zou gaan als dit. Maar ik ga gewoon 4-0. Boys. Hitmarker. Dat betekent dat daar iemand is. Maar hij is volgens mij alweer dood. Ja, hij is alweer dood. Lekker dan. Een hele reis gemaakt en dan kom je erachter dat deze man al dood is. Oké, ziek. Kijk deze man. Wat ben je allemaal aan het doen, broer? Boys, we gaan 5-0. Wie had gedacht toen ik deze video begon dat ik 5-0 zou gaan? Ik had eerder verwacht dat het andersom zou zijn. Oh, dit. Oh, nee, die hoort mij. Oké. Zo komt hier iemand om het hoek. Wow. I know, man. Ik ging 6-0. Hoe ga je mij zo naar killen, man? Nee. Deze sniper gaat hier komen. Ja, deze sniper is hier. Ik ga revenge pakken. Wacht tot die komt. 2 seconds later. Oké, niet meer wachten. Ik heb geen geduld. Oh, jongen. Oeh. Nee, wat? Hoe de fuck win ik dat niet? Kom, ga fucking lekker. We zijn gewoon een heel magazijn, heb ik net moeten lossen op deze man om hem te killen. Hier gaat ook sowieso iemand om de hoek komen. Je moet die shit weten, je moet het gewoon verwachten, man, boys. Gaat er nog eentje komen? Hij wil sowieso terugkomen voor revenge, of niet? Als hij daar wil komen, heb ik hier een shock charge voor zijn moer. Als hier iemand komt, ben ik de lul. Dit soort duels ga je echt nooit... What the fuck? What the fuck? Wat ik dus wou zeggen, dit soort duels ga je echt nooit winnen. Op deze afstand, je weet toch? Gratis kill, waarom niet? Hier is ook nog iemand, hello! Oh ja, kijk, hier ben je dus lul. Kijk, ik kan niet even snel reloaden, nee, want dan ben je 3 jaar verder. Hierboven zullen ze vast wel zijn. Hello! Ja, daar was dus iemand. Bos. Wat? Nee! Wat? Jongen! Wat gaan we hiermee doen? Dat is revenge. Zoals ook komt hier iemand op het hoek. Wow. Ja. Dat was de laatste kogel. Ik heb in ieder geval revenge op die guy die me heeft gekwikscoopt. Oh, jullie willen daar chillen? Is goed, ik kom mee chillen. Rot is op, jongen. Nee, jongen. Maakt niet uit, we hebben dit potje al gewonnen. En we gaan niet eens positief snel die laatste kill pakken. Jongen, geef hem nou even aan mij. Ja, lekker. Final kill. Ik weet niet zeker of dit een goede camp map is, maar alles is te fixen, je weet toch? Op dit kanaal is alles te fixen, man, boys. Check mijn video waar ik scoorde met een 45-jarige keeper die in de spits stond. En dan ga je geloven dat alles mogelijk is, je weet toch? Wat ook mogelijk is, is abonneren. Dus je weet toch, maak er gebruik van die mogelijkheid. Helemaal vergeten te vertellen, ik had ook de crossbow ingesteld. Je weet toch, dan kunnen we even lachen. Hier staan altijd van die mensen die gaan dan op elkaar richten.
Even kijken of we er eentje kunnen pakken. Kijk, hij wilde me pakken, maar hij gaat niet halen. Jongen! What the fuck? Hey, bro! Kijk hoe slecht ook, jongen. Deze man leegt zijn halve magazijn voordat hij überhaupt een hitmarker op mij heeft. Oh, nee! Ik switch net aan. Ach, jongen! Oh, pull up hier zo dan. Nee! Oh, jongen! Yo, het vorige potje was ik ook al gepakt door dat ding, man. Ik schrik me echt de tering als ik dat hoor. Woehoe! Hallo, jij bent de lul. Yes, lekker man. Nog één, oké, wat, het is cadeautjes hier zo, man. Ciao. Nee, jongen, doe rustig met je lightning strike, man. Nee, zie, hij wacht er gewoon op, hè, die vieshoer. Oh, nee, oh! Ik ga 4-10, man, boys. Wat een high score. Laat me even één keer in die osso, één keer. Kom op. Alsjeblieft. Ja. Hello. Goedenavond. Nee. Ik weet niet wat ik deed, maar het werkte. Zet die shit hier zo neer. Nee, hoe de fuck mis ik dat? Nee, je mag onze matties niet killen. Nee. Ik weiger. Oh, ik moet minimaal nog één slachtoffer pakken, man. Met dit wapen. Oeh. Go. Hello. Oh, kom. Ja, slachtoffer, de lul, huts. En ik ben weg, lekker man. Dit ging niet goed. 10-12, negatief is niet goed, man. Ja, man, boys, laatste potje. Ik ga ook met de laatste class spelen, de RPG class. Ja, man, boys, na deze opname ga ik even dikke Jonko bossen. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in mijn Jonko video's. Waarschijnlijk dit weekend, ik kan niks beloven, maar waarschijnlijk dit weekend komt er weer een nieuwe Jonko video aan. Je weet toch, dan draaien we even een Jonko en roken we die even, je weet toch. Gezellig, al die shit. Maar nu is het gewoon RPG time. Ja, smaf hoe je het ook wilt noemen, RPG is een RPG, je weet toch. Heb ik maar één kogel. Dus dat betekent dat ik één kill kan pakken. Oh, dat betekent dat ik één kill kan pakken en dan zoek ik het maar uit. Ja, ziek. Nou, we gaan het zien. Oh, boys, ik heb gewoon dubbel kill. Hey, ik ben echt te goed, man. Ga ik dit doen? Ja, nee, is te riskant. Ik wil mijn kogel niet verspillen, fuck. Ja, iemand staat nu de timer op mij. Oh, hoe de fuck overleef? Bro, what the fuck? Ik weet niet, wat... Ja. Je hebt de lul, huts, lekker man. Dark Knight. Revenge voor... Oh, nee, jongen, hij wilde me net pakken, net zoals net. Ik boek hem gewoon, fuck dit, ik ga gewoon weg. Nee. Ja, oh, ik ben de best. Ja. Lekker man. Wow. Wij gaan helemaal nergens naartoe, meneer. Nee. Hier, nee. Hoe de fuck overleeft hij dit? Rot is even op, nee. Ha, ziek ouwe, ik pak hem ook nog hoor. Ik zag daar wel net iemand lopen, de lul. Ik ga hier gewoon timeren. En als er iemand komt, is hij de lul. Zo simpel is het. 2 seconds later. Wow. Ik heb geen geduld. Ik heb geen geduld. Waar is de... Ik heb... Kom... Ja. Wat zit er daar weer binnen? Wauw. Ja. Fuck. Nee! Die snipers zijn irritant, jongen. Nee, wat de... Nee, joh. Bro, ik voel me zo exposed overal waar ik ga. Normaal zou ik deze duels winnen, man, boys. Zulke makkelijke duels, maar ik heb een fucking knife. Wat moet ik doen? Dubbelkill. Ah! Tantu sterk. Hoe kill ik jou? Hoe? Hoe raakte ik jou niet? Oké. Boys, ik heb gewoon 2 dubbelkills gepakt met mijn RPG. Was goed. Huh? Het is zo druk, ik kan niet eens praten, man. Nee, kom eens hier, eindelijk. Ai, fuck dit knijven, jongen. Geef me die gun. Nee. De industrie is nu op zulke dingen. Hier! Huh? Hier! Ja, boys. Ik ben helemaal niet goed in quickscope, hè, boys. Ik zweer het, ik ben helemaal niet goed.
Maar je weet toch, als ik in de zone kom, dan moet je niet fokken. Alleen de derde keer als ik die triple kill had gepakt, dan was ik wel echt een coole gozer geweest. Maar ja man boys, dit was het weer. Beetje gelachen, je weet toch, al die shit. Abonneer even als je niet bent geabonneerd, dat zou ik waarderen. Check mijn Insta, link in de beschrijving. Check mijn Insta, je weet toch, als je op de hoogte wilt blijven van mij. Maar ja, take it easy. Smok genoeg, al die shit en ciao. Transform that Megatron. Kan hoe langer dan een leprechaun. Niemand daar die op mijn level kan. Vriends politiek, ik ben niet dom. Fuck jullie, ik doe het zo. Je hebt money, maar je bent een pussyho. Speelt goon in de studio en de andere helft is op Cupido. Maniac, geen backup man, geen autotune, geen trucendoos. Super zen, ik ben super boos. Ik ben definitief van roekeloos. Genoeg genoten bij de groepie hoes. Praat money of adios. Jullie weten, Mokromaniac, die man is fenomeen, die man is grandioos. Elke keer wanneer ik kom hier bij 1